En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Ik ben Jos Hegeman, lijsttrekker D66 Bokstel. Getrouwd, 3 kinderen en in het echte leven directeur sector zorg en welzijn van de Gilde Opleiding. Welkom bij het programma Kies met vandaag meneer Hegeman. Welkom meneer Hegeman en leuk dat u er bent. Ja, ik wil graag beginnen, niet met de politiek, zou je misschien verwachten, maar wij vinden het heel prettig om ook een beetje persoonlijk kennis te maken. Okay. En vooral de mens achter de lijsttrekker wat te leren kennen. En wij hebben u gevraagd of u een persoonlijk filmpje naar ons zou toesturen. Dat hebt u ook gedaan. Ja. En ik wil voorstellen om daar eventjes samen naar te kijken. Dat is goed. Nou, dat is een leuk filmpje. Het komt Dankjewel. Erbij over alsof u een levensgenieter bent. Correct. Met een glaasje wijn. En dus dan zit ik het in de goede hoek. Ja, ja absoluut. Ja. Ik zag ook, wij krijgen de informatie zo'n beetje van, een klein beetje de achtergronden, dat u ook heel lang heeft gevolleybald. Ja. Bij BBO in Bokstel. Ja. Dat klopt, hè? Dat klopt. En was u een sterke speler? Nee. Nee? Nee, nou, laat ik het anders zeggen. Het was een laag niveau. Ja. Het was erg gezellig. Ja. En je zult je verbazen hoeveel mensen dan in Bokstel actief zijn. Het is na die tijd ook echt de mooiste kroeg eigenlijk die Bokstel toen die tijd had. Aha. En dat op een dinsdagavond. Hoeveel mensen daarvan zijn tot een uurtje of 12. Maar het was berenhal inderdaad heel erg gezellig. Was dat de reden dat u er vooral bij was? Nee. De derde helft werd dat genoemd, toch? Van oorsprong ben ik eigenlijk een voetballer. Maar op een gegeven moment raak je geblesseerd. En een volleybal is geen contactsport. Dus dan kun je veel meer je oefeningen plannen. En inderdaad, het was ook zeer zeker gezellig. Ja. Dat zou ik niet ontkennen. Wat doet u nu nog voor hobby's? Nou, wat je op een filmpje kon zien net, inderdaad, is met name onder andere wat mountainbiken, fietsen, twee honden, wandelen. Ja. Dat zijn wel de belangrijkste activiteiten. Veel activiteiten, ja. En we hebben hier natuurlijk heel veel groen in Bokstel. Dus je hoeft maar 100 meter, wij spreken, van je woning weg en je zit in het groen. Ja. Dus, nou, leuk om dat in ieder geval een beetje achtergrondinformatie te weten. Prima. Ja, u had het ook al verteld in uw introfilmpje dat u sectordirecteur zorg en welzijn bent met de Gildeopleiding. Ja. En wat zijn uw taken zoal? Nou, de Gildeopleiding, dat zijn opleidingen voor mensen die daar in de verpleging willen. Mm-hmm. Of in de verzorging, of in de kinderopvang. Er zijn zo'n 4000 studenten, er zijn zo'n 300 medewerkers. En er is op dit moment natuurlijk heel veel te doen in de zorg. Ja, absoluut. Er gaat heel veel extra geld naartoe. Mm-hmm. Dat betekent dat geld moet besteed worden aan mensen, handen aan het bed. Dus op dit moment ben ik heel actief bezig om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kiezen voor de zorg, dan wel welzijnsopleidingen. En dan gaan we met de welzijnsorganisatie zorgen dat iedereen die het maar nodig heeft, de goede zorg krijgt. Ja, kunt u het combineren trouwens? Zodat, want u bent daar heel erg druk en de politiek, is dat lastig? Nee hoor, in de zin, het voordeel is natuurlijk als directeur dat je eigen agenda ook wat kunt maken. Ja. De politiek speelt vooral af in de avonden en in de weekenden. Ja. En het is ook wel iets meer als een hobby, dus die uren die ik erin moet steken, die steek ik er graag in. Ja. Ik ben geen tv-kijker, dus ik zeg altijd dat ik om 10:30 thuis ben, dan is het mooi op tijd. Ja, dan kun je al heel veel tijd besparen als je geen televisie Precies, kijkt, inderdaad. Exact, ja. Exact. Ik wil graag een bruggetje maken naar de politiek. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat voor u de trigger is geweest van bij u, dat u zegt van ja, ik wil heel graag die politiek in. Ja. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde reden waarom ik inderdaad directeur ben geworden. Als je ideeën, ambities en idealen hebt, en dan moet je aan tafel zitten waar je invloed kunt uitoefenen. Om die ambities en idealen te realiseren. Nou, dat was inderdaad op een gegeven moment, toen ik een jaar of 48 was, toen speelde dat. En waren 8 jaar niet meer in de gemeenteraad geweest. Toen kwam het verzoek aan mij van, zou jij lijsttrekker willen zijn? Toen had ik zoiets van, ik ben nu 48, kinderen zijn groot, ik heb wat meer ruimte, ik heb meer tijd. Als ik nu die verantwoordelijkheid niet pak, dan neem ik het nooit meer. Ja. En ik vond dat ik het in die zin goed heb en ik wil graag ook een bijdrage leveren aan inderdaad Bokstel. Ja. Nee, okay. Dat het goed wonen, werken en recreëren is. Ja, duidelijk, ja. En de slogan van D66, die luidt D66 krijgt het voor elkaar. Ja. Hoezo? Nou ja, goed, ik durf ook wel te stellen, de afgelopen periode hadden we niet altijd de makkelijkste portefeuilles. Mm-hmm. Pak bijvoorbeeld heel die jeugdzorg. In heel Nederland waren daar problemen mee. In Bokstel is dat goed verlopen, heel die transitie. Mm-hmm. Wij hadden onze wethouder, de portefeuille cultuur.
Mm-hmm. Ik durf nog steeds te stellen dat de gebruiker daar geen pijn van heeft gevoeld. En als je dan ziet hoe vindingrijk boxenaren in één keer worden, hoe eigen initiatieven omhoog komen, denk ik dat we cultureel nog verder zijn dan 4 jaar geleden, ondanks dat er 600.000 euro minder naartoe gaat. Mm-hmm. En de vraag die ik u stelde was... Dus wij krijgen het voor elkaar. Ja, nee, dat hoor ik in uw verhaal. Ja. Wat ik graag zou willen horen van u, als uw slogan dat is, zegt u dan van andere partijen krijgen het niet of ietsjes minder voor elkaar? Zegt u dat dan? Ja, waarin onderscheidt u zich? Waar mijn voorkeur ligt, dat mogen helder zijn, dat ligt bij ons. Mm-hmm. Maar je bent nooit alleen, dus je zoekt natuurlijk wel de mensen op waarmee je je gedachten kunt delen. Ja. En ik denk dat wij een partij zijn ook van nuance, mm-hmm. ook partijen bij elkaar kunnen brengen. Mm-hmm. Dus het is niet een ja altijd of een nee. En daarbij kunnen wij heel goed helpen om dat met elkaar te gaan verbinden. En ik denk dat we dat ook de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. Ja, oké. Okay. Iets heel anders. Ja. Ik heb in u, en volgens mij was u een van de weinige partijen, waarbij u zelfs een aparte rubriek hebt besteed aan schone lucht. Ja. En daar hebt u plannen voor. Nu hebben wij een industrieterrein hier. En dat industrieterrein dat ligt vrij dicht bij een woongebied. En ik weet dat daar bedrijven zijn die daar overdag, maar ook gewoon 's nachts. We hebben hier veel bedrijven in de vleesverwerkende industrie. We hebben veel bedrijven die met koeling bezig zijn. Ja. En je hebt daar heel erg veel van die adapteraansluiting, waar dus van die vrachtauto's de hele nacht met dieselmotoren staan te draaien. Klopt. Mijn vraag aan u is, hoe kijkt u daar tegenaan? In relatie tot dat plan van die lucht, zegt u van dat zou eigenlijk niet moeten kunnen? Dat is absoluut een hele goede vraag. En volgens mij, als we het zouden controleren, want het lijkt nu ook soms alsof we het gedogen. Mm-hmm. Want het is niet eens toegestaan om te gaan ronken en in feite te gaan staan met al die grote vrachtwagens. In feite is het volgens mij vrij makkelijk te verhelpen. Als bijvoorbeeld Fion een planningsschema zou maken, een logistiek schema, dan weet iedereen precies wanneer moet ik aanrijden om op wanneer, op welk tijdstip te komen. Ja. Dan kunnen ze gewoon doorrijden. Ja. Het is gewoon een kwestie van logistieke plan. Dat hebben ze een tijdje ook gedaan. Dat was met name toen die hitte er was, dat die vrachtwagens inderdaad in vakken. Toen was het gewoon door. En nu in één keer blijkbaar is het wat makkelijker om dat te laten schieten. Mm-hmm. En ik vind inderdaad dat dat gecontroleerd zou moeten worden aangepakt. Dus dat zou echt een punt zijn waarop u op wil gaan inzetten. Absoluut. En niet alleen dat overigens, hè, want je hebt tegenwoordig ook steeds meer, ik weet niet of je dat weet, laagfrequent geluid. Ja. En vooral die zware auto's en de dieselmotoren worden steeds zwaarder. Ja. Het probleem van laagfrequent geluid neemt landelijk ook behoorlijk toe. Ja. Er is onlangs nog een programma geweest op de televisie daarover. En die vrachtauto's die er staan, die golven ook gewoon. Ik heb het ook zelf ervaren, gewoon over het spoor. Ja. Dus buiten het geluid. Ja. Waar ik het nu dan over heb, is natuurlijk ook ongelooflijk veel fijnstof. Eens. Maar goed, in ieder geval duidelijk dat u daar... We constateren zelf ook dat soms 16, 17 vrachtwagens in een rij staan te wachten om naar binnen te komen. Dat is helemaal nergens voor nodig. Nee. Ook een van de redenen waarom wij ook geen voorstander zijn van al die vrachtwagens ook nog eens een keer in feite 8 binnendoor naar het Tilburg rijden. Ja. Hele talk verhaal. Ja. Als we dan, want ook daar, al die stikstof waar je het over hebt en fijnstof, dat gaat ook richting de campina. Ja, dus duidelijk. Ze horen op de A2 of de N65. En verder niet. Heel concreet nog één laatste vraag. Wat zou u als eerste doen om dat te keren? Die trend die nu plaatsvindt, dat je dus die motoren steeds zwaarder worden, dat je het geluid toeneemt en die afvalstoffen. Wat zou u als eerste doen als u aan de knoppen zou zitten? Ja, wat ik al zeg, inderdaad. 1, controleren, toezicht ophouden. Zorg dat een goede planning komt, dat men niet langer hier hoeft te zijn dan strikt noodzakelijk. Ja. En je zult natuurlijk inderdaad ook als overheid steeds meer naar die euronorm moeten toegaan. Hmm. De euro 6 norm. Alleen goed, daar gaan wij als boksen natuurlijk als zodanig niet over. Maar het zijn wel zaken die wij ook als landelijke partij op de agenda kunnen zetten. Om te zorgen dat we ook steeds meer naar schone motoren gaan. En inderdaad, steeds meer naar het einde van het tijdperk van de biobased fuel. Ja, dat is duidelijk, ja. In uw programma, daar spreekt u over 21ste eeuwse vaardigheden. Ja. En daarbij geeft u aan dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen. Ja. Nou, kunst en cultuur, maatschappelijk is het belangrijk. Ik weet dat dat vooral voor D66 voor jullie heel erg belangrijk is. Alleen, wat ik mij toch wel een beetje afvraag, of dat nu echt wel de vaardigheden zijn van deze eeuw. Of sorry, wat u hier zegt, de 21ste eeuw. Ja. We zitten in een technologietijdperk waarbij heel veel ICT en programmeren is. Ja. Maar u zegt eigenlijk van, nou, kunst en cultuur. Ja. Ik pak dat meer op als een soort vrije tijdsbesteding. En daar kun je kennis in opdoen op één vrije tijd. Maar u ziet dat als een prioriteit. Waarom? Ja. Waarom is dat belangrijk? 21ste eeuwse vaardigheden heeft ook te maken met creatief oplossend vermogen. Heeft ook alles te maken met dat je vrij denkt.
Nou, mm-hmm. Je ziet in cultuur juist het vrij denken, niet in kaders denken. Als je hebt over technologie, die denken vaak in kaders. Die hebben vaak juist weer andere mensen nodig om de toepassing als zodanig te laten zien. Dus het creatief zijn vindt ze met name ook inderdaad muziek, in dans plaats. Dus is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk inderdaad op de basisschool dat ook te laten leren. In plaats van alleen de cognitieve vaardigheden. Ik bedoel, 1492 ontdekte wij spreken Columbus Amerika, prima. Mm-hmm. Maar het is minst zo belangrijk dat men zijn eigen creatieve geest kan en mag blijven ontwikkelen. Als een basisondersteuning voor daadwerkelijk nou, wel een ander vakgebied, denk ik. Want ik zie bijvoorbeeld, ja, absoluut. We hadden net over die mensen die opgeleid moeten worden in de zorg. Mm-hmm. Men spreekt er ook over, we hebben een andere medewerker nodig. We hebben niet meer die verzorgende nodig die alleen maar protocollen tekent. En die alleen maar de wasbeurt doet. Nee, die moet meedenken met de cliënt, die moet luisteren naar de cliënt. Die moet nadenken over wat kan ik betekenen voor de cliënt, voor haar eenzaamheid. Of rondom haar verslaving of rondom dementie. Dus dat creatieve brein, die hebben we steeds meer nodig om de innovatieve ontwikkelingen die elke dag steeds sneller gaan bij te kunnen brengen. Ja, uw punt is daarin duidelijk. Ja. Dankjewel. We gaan naar het volgende blokje. En wat houdt het in? We hebben een vraag voor u. En okay. Die komt van een collega-partij. In dit geval is dat Combinatie 95. Nummer. Die heeft u het volgende gevraagd. Hoe krijgt u het voor elkaar om typisch boksers thema's onafhankelijk te houden van de landelijke D66-politiek? Dat krijgen we niet voor elkaar, want dat is ook helemaal niet nodig. Want als je kijkt waar D66 voor staat, past het perfect natuurlijk in dat ook bij Boksel. Als wij uitgaan van de eigen kracht van mensen als een van de pijlers, dan gaan we ook uit van de eigen kracht van mensen hier in Boksel. Als wij staan voor ondernemerschap, staan we ook hier voor Boksel. Als wij gaan voor schone lucht, is dat ook in Boksel. Dus er is geen enkele belemmering. Sterker nog, het is alleen maar een voordeel, omdat we daarmee ook een heel apparaat als we in stelling kunnen brengen om ons te ondersteunen en daarin te helpen. Dan halen we gewoon een politicus hier naartoe die inderdaad probeert die op de agenda te krijgen, ook landelijk als het aandacht. Ja. Dus het is juist een voordeel. U ziet het als een voordeel. Nou, absoluut. Goed, dat is het antwoord En ik denk als mensen ons programma lezen, staan er echt Bokselse onderwerpen in, Bokselse thema's en Bokselse acties. Ja. En geen landelijke. Nee, we hebben wel pijlers. We hebben wel pijlers waarin we zeggen van, en nu vooruit, en nu ondernemen, en het creatief geest, ja. Geef mensen de ruimte, ondersteun mensen. Dat is ook voor een sociaal vangnet. Nou, dat is het antwoord voor uw collega partij. Die zal deze opname ongetwijfeld kijken. U wordt bedankt, meneer Manning. Ja. We gaan nu naar een ander onderdeel. Ja. En dat noemen wij het kiesmoment. Ja. Wat houdt het in? U krijgt zo meteen een aantal vragen voorgelegd. En dan mag u enkel ja of nee op antwoorden. Dat vinden wij heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Nou, maar daarom heb ik ook een escape voor u. Oké. Okay. U mag op één vraag een toelichting geven. Okay. Dus dat is nog wat ruimte. Ja. Is duidelijk? Ja, is duidelijk. Oké, okay. Goed. De eerste vraag. Ja. Moeten raadsleden verplicht worden om elke maand een aantal huisbezoeken af te leggen? Nee. Is binnen 4 jaar in Boksel het probleem van de hoge prestatiedruk in het onderwijs opgelost? Ja. Begrijpt uw buurvrouw wel wat u in de gemeenteraad uitspookt? Ja. Is het slim om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe initiatieven te lanceren? Ja. En de laatste, moet de gemeente een ondersteuningsfonds vormen voor opvang van overbelaste gemeenteraadsleden? Nee. Nou, waar wilt u op terugkomen? Onder andere die huisbezoeken. Mm-hmm. Het gaat nooit om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Het gaat om dat je binding hebt met de mensen. Mm-hmm. En dat is dit natuurlijk een voorbeeld van. Ja, wij gaan de straat op. We hebben ons in gesprek met. Mm-hmm. We hebben ook inderdaad de mensen opgezocht en bevraagd. Mm-hmm. Maar goed, om nou het verplichtend te gaan stellen. Gelukkig weten mensen ook ons te vinden. Ja. En dat is prima zo. Maar je hebt natuurlijk ook een groep mensen. Dat u zegt van ja, er zijn ook maar mensen die ons weten te vinden. Dat zijn de mensen die heel initiatiefrijk zijn. Ja. Dat is ook een grote groep. Ja, ja. Misschien is het wel de meerderheid, zou zomaar kunnen. Klopt. De stille kiezers. Klopt. Wat doen jullie daarvoor? Ja. Het initiatief vrijk vanuit jullie naar die groep. Ja goed, wat we wel proberen, wat ik al zei, we gaan de straat op. Mm-hmm. Dan in gesprek met. Dan loopt er gewoon de winkelend publiek als zodanig. Mm-hmm. Wij sluiten ons aan bij organisaties, als bijvoorbeeld de ouderenbond. Dat we daar inderdaad gaan kijken. Want die vertegenwoordigen natuurlijk een hele grote groep mensen als zodanig. Dus pak de voedseltuin, de voedselbank. Die vertegenwoordigen ook mensen. Dus we gaan ook met al dat soort organisaties wel in gesprek. Die ook inderdaad een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen. Ja, en daarmee halen we ook de geluiden op van wat leeft daar. Duidelijk. Nou, we gaan afsluiten. We zitten alweer aan het einde. Ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. En
Voordat we afsluiten, hebben we nog iets leuks. Okay. Tenminste, ik ga ervan uit dat u dat leuk vindt. Want u mag namelijk 30 seconden lang... Sorry. Ja, mag u zeggen wat u wilt. Dus u mag iets over uw programma zeggen. Maar u eventueel zegt u, ja, ik wil nog iets over die stelling waar ik niks over mocht zeggen. Nu kan het. Okay. Dus... U wil ik hartelijk danken. Ook dank de kijkers wil ik heel hartelijk danken voor het kijken naar deze uitzending. En ga vooral ook stemmen. En dan is dat nu. De camera is voor u. Dankjewel. Nou, de eerste woorden heb je me al in mijn mond gehaald. Ik wil inderdaad vooral iedereen erop wijzen. Ga stemmen. Doe mee. En laat in feite horen wat je vindt. Vervolgens vind ik het belangrijk dat iedereen in boksen ook beseft dat we heel veel kansen hebben. Een mooie boksen hebben. En dat de successen die we hebben ook moeten gaan vieren. D66 doet er heel graag ook een eigen bijdrage in. In goed wonen, goede zorg en goed onderwijs. Dus nogmaals, kom allemaal naar de stembus en laat u horen. Dan gaan wij u graag zien. Dank u wel.